moment dat besloten wordt in Nederland dat de zandzakken bijvoorbeeld eruit gaan en er komt een mobiele dijk, dan moeten ook de mannen van Defensie en vrouwen van Defensie weten hoe ze zo'n mobiele dijk moeten gebruiken. Wij zijn innovatieve noodmaatregelen aan het testen en trainen op het gebied van maatregelen voor de veiligheid van de waterkeringen. Innovatie is natuurlijk ook een item bij Defensie. En dat betekent dat wij ook heel graag steunen met onze andere partners om die innovatie verder te brengen. Om beter te worden, efficiënter te worden en om de nieuwe technieken te kunnen toepassen. Dat je moet nadenken over die maatregelen. Het gaat niet alleen om de uitvoering, maar ook om de organisatie en de detectie ervan. Buien die steeds vaker voorkomen. We zien het de laatste tijd continu. Dus het is een zeer actueel thema. En we kunnen niet meer afwachten. We moeten in actie komen. Nederland kijkt naar oplossingen. Kijkt naar de overheid. Kijkt naar Defensie. Kijkt naar waterschappen. Met elkaar gaan we kijken. Wat kunnen wij daaraan doen? Beste mensen, zeer van harte welkom hier op Fotproof Holland. Een proeftuin voor innovaties op het gebied van waterveiligheid. Op het terrein van de TU Delft en wat we hier hebben opgezet met het programma VP Delta. We hebben als TU Delft een proeftuin gecreëerd waar we samen met uitvinders, ondernemers, studenten met een goed idee nieuwe innovaties kunnen testen om het water tegen te kunnen houden. Eigenlijk zijn dat allemaal alternatieven voor de traditionele zandzak. Nou, heel vaak wordt Defensie ingeschakeld als de nood al hoog is. Er is paniek in het land, er zijn grote overstromingen. Wordt de genie ingeschakeld om te komen helpen? Nou, wij hebben met elkaar bedacht, laten we dat op tijd oefenen. Laten we kijken hoe kunnen we beter op elkaar ingespeeld zijn. En wie heeft welke rol daarin? Maar u kan zich misschien wel eens afvragen, waarom doen die militairen, die wel voor de veiligheid verantwoordelijk zijn, maar niet voor de waterveiligheid primair verantwoordelijk zijn, waarom doen die nou eigenlijk dit soort zaken? We streven op dit moment naar een zogenaamde adaptieve krijgsmacht. Een krijgsmacht die zich snel kan aanpassen. En je kan je eigenlijk pas snel aanpassen als je een goede connectie hebt met de civiele overheid en met het bedrijfsleven. En dat is ook een van de redenen waarom we hier zijn. Om op te zuigen, te ervaren, te zien wat die technische ontwikkelingen zijn. Wat er gevraagd wordt, in dit geval in het kader van de waterveiligheid. Zodat wij daar aan de ene kant voor onze militaire taken eventueel aanpassingen op kunnen doen, maar ook zodat wij die steun op een adequate wijze kunnen leveren. Wat we met de testen willen bereiken is dat echt blijkt dat de zandzak die we nu eigenlijk toch nog steeds inzetten in het geval van hoogwater absoluut niet meer de beste oplossing is. We hebben als Nederland ontzettend veel kennis als het gaat om water, ook op het gebied van calamiteiten. En vandaag moeten we wel echt laten zien dat de zandzak verleden tijd is. Het nadeel van zandzak is als een overstroom voorbij is, heb je ook heel veel restafval. Het kan verontreiniging zitten, waar ga je ermee toe? Je moet opruimen. Het kan een enorm milieuprobleem zijn. Een innovatieve ontwikkeling is meer van, kun je iets neerzetten wat tijdelijk simpel en snel neer te zetten zonder al te veel kracht. En na afloop ook weer makkelijk weg te halen is en schoon op te leveren en weer in te zetten voor de volgende hoogwatersituatie. En wat we hier vandaag doen, met elkaar oefenen, is denk ik essentieel om door te hebben van, ja, maar hoe doe je dat dan? En doen we het allemaal op dezelfde manier? En krijgt een waterschap dan ook vertrouwen dat de mensen die hen gaan helpen het ook weten en op hun manier gaan doen? Dus dat is denk ik het belang van deze oefening voor WTEC. De meerwaarde een dag van vandaag is dat wij niet alleen de bestaande technieken met elkaar delen die wij toepassen, maar ook kijken naar innovatieve technieken die er zijn, die vaak efficiënter en effectiever in te zetten zijn, ook binnen kortere tijd, als er watercrisis aan de orde zijn. Dus dat betekent dat we, als we kijken naar maatregelen die we met zandzakken moeten toepassen, we vaak veel mensen en inzetten om grote lengtes te kunnen plaatsen. Met de nieuwe technieken lukt dat voor veel grotere afstanden binnen kortere tijd met veel efficiëntere technieken. We gaan beginnen! Vanmiddag gaan we ook een wedstrijd organiseren. In die wedstrijd gaat het niet alleen om zandzakken leggen, maar ook om innovatieve maatregelen. Dus achter ons liggen allerlei bakken waarin verschillende teams aan de gang gaan. Die wedstrijd duurt een half uur. Daarna trekken wij de schuif open en zien wij wat er gebeurt. Welke blijft staan, welke niet. En vervolgens gaan we ook een winnaar uitroepen. Dan gaan we naar het vierde team, het gymnasiumteam. Ik denk dat het heel
heel mooi zou zijn als we naar een jaarlijkse wedstrijd kunnen gaan met alle waterschappen. Vooral om aandacht te geven voor dit ja, toch wel mooie, maar ook wel moeilijke onderwerp. Dat een waterschap naar huis kan gaan met de prijs. Dat ze daar trots op kunnen zijn en dat we eigenlijk dat momentum kunnen gebruiken om noodmaatregelen serieus op te pakken. Echt te kijken naar de effectiviteit, zodat we en de maatregel en de organisatie kunnen gaan ontwerpen.